Ja, mijn laatste CD heet Slow Food. Het is mijn derde. Waar ik een keuze heb gemaakt om meer te produceren, zou ik willen zeggen. Als ik schrijf, ik ben wel van de liedjes, ik hou wel van de liedjes, dus dat moet ook dan zo gespeeld worden. Schrijf, hoorde ik op een bepaalde manier en wilde ik minder aan het moment overlaten. Soms wel, soms speelde ik gewoon live in de studio en that's it. En bij sommige stukken heb ik gekozen om dingen aan toe te voegen. Als ik schrijf, dus werkt het vanuit een idee en ik werk net zo lang totdat het idee klopt of ik gooi het weg. Maar het moet kloppen en het moet een sfeer creëren, het moet iets hebben. Maar de kern is wel dat er over geïmproviseerd gaat worden. Ik wilde er wel iets mee doen, ik wilde wel mee uit de voeten kunnen. En iemand zei ooit, heb ik ooit eens horen zeggen, van improvisatie, nou 95% heb je al eens eerder gespeeld en 5% is echt improvisatie. Ik denk dat dat waar is. Als het die 5% is, het leukst, is het spannendst, dat is waar het gebeurt. Dat is waar je luistert naar de drum, je hoort een hit, je hoort een bass, dat je denkt, hey, we're going there. De improvisatie. Alles kan. Laat ik dingen gebeuren, maar je hebt een klank in je hoofd. We hebben vanavond gespeeld. Ik bedoel, de CD Slow Food is, zoals ik net zei, een geproduceerdere plaat. Thank you.
wil ik echt alles laten gebeuren. Ik bedoel, ik wil het liedje overeind houden, maar daarna is het moment, is de spontaniteit, de interactie, is de fun part. Als muzikant, dat je het moment laat gebeuren.